En mocht het regenen, dan kun je ook met de auto, hoor. Heb een zware training voor vandaag. Dus tot 10 uur mag ik dan relaxen voor mezelf. Ja, en dat gaat dus gepaard met eten. En je ziet het, ik zit nog in mijn gewone koffie. En het is tijd om mijn sportpakje aan te trekken. En het is weer maandag. Ik hoop dat je me goed kan verstaan, want mijn maag knort zo hard. Ik ben alleen maar aan het werk, ik heb geen tijd om te eten. En ik merk ook, moet ik zeggen, dat nu ik de ochtendshow niet meer doe, dat ik dus wat minder eet op een dag. Omdat, ja, ik ben gewoon minder lang wakker, zeg maar. Dus dat scheelt. Dus volgens mij word ik ook nog eens een keer slanker nu ik ben gestopt met werken 's ochtends. Nou, win-win. Uitgeslapen en slank. Wat wil je nog meer? Het is weer een nieuwe week en het belooft een leuke week te worden, want deze week ga ik een podcast opnemen met Kelby. Kelby Jonge van de Vital App, die mijn voedingscoach is. En ze zei al, Loor, ik wil het graag met je gaan hebben over suiker. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze daar allemaal over te vertellen heeft. Nou, misschien moet ik van tevoren even wat eten, want anders gaan we alleen maar zitten kletsen over suiker. En dan, goed, ik ga er dus zo bellen om dat voor te bereiden. En dan gaan we donderdag gaan we dat echt opnemen, die podcast. Dus dat is heel leuk. En ik ga vanmiddag weer trainen met Mike. En hij stuurde een berichtje. En mocht het regenen, dan kun je ook met de auto, hoor. Heb een zware training voor vandaag. Dus nu maak ik me een beetje zorgen. Het is de hele dag aan het regenen, dus de kans bestaat dat ik inderdaad niet ga fietsen. Maar ja, als het droog is, moet ik wel fietsen en dan ga ik waarschijnlijk helemaal dood. Oh. Waarom dan weer zo'n zware training? Het is maandag. Weet je, logisch dat die trainingen steeds zwaarder worden. Want ja, ik word ook steeds fitter en sterker. En dan moet je jezelf ook weer blijven uitdagen natuurlijk. Maar het is wel oké dat ik me een klein beetje zorgen maak, toch? Mike, ik ben dus op de fiets, hè? Want het was toch droog. Woe? Ja, dat vind ik nou. Zo. Ik begin weer met een diepe zucht. Weet je hoe laat het is, hè? Ze is weer ergens klaar mee. Echt of figuurlijk. Nu echt. Ik ben terug naar weer een wilde fietsrit bij Mike vandaan. En ik ben dus gaan fietsen terwijl het niet hoefde. Dus ik dacht eens eventjes kijken wat ik nou extra heb gefietst. Nou kijk, moet je kijken vandaag. Ik heb uitgerekend. Het is 18 kilometer. Nou, dat is mooi, hè? En dan vraag ik me af, hoeveel calorieën heb ik ermee verbrand? Ongeveer 200 calorieën per 6 kilometer. Dus 600 calorietjes verbrand. Extra bonus. Dus dat betekent vanavond port, chocola. Lekker eten. Nee. Het is donderdag en ik heb een hele gezellige ochtend. Want ik heb 2 podcasts opgenomen over fouten die we maken bij diëten. En verborgen suikers in de supermarkt met Kelby. Hallo! En Kelby zegt, Loor, ik ga je sowieso nog even op weg helpen qua eten. Want ja, het is waar, ik ben een klein beetje aan het rommelen geslagen. Ook af en toe gebruik ik de Vital app nog wel, hoor. En ja, weet je, zo langzamerhand weet ik ook wel wat ik wel en niet kan eten. Maar ja, er sluipt toch weer het een en ander in. Hè? Dus ja, er zit heel veel suiker, verborgen suikers in eigenlijk in producten. Soms zie je 0% vet staan en dan toch zitten er heel veel suikers in. En eigenlijk, ja, de verpakkingen noemt het dan geen suiker, maar alles wat eindigt op oze, ja, dat is eigenlijk al gewoon funest. Dus het leren etiket lezen is wel belangrijk. En ik heb dus daarom voor de grap de suikerklontjes uit het doosje gehaald om gewoon naast de producten neer te leggen. Dan zie je ook gewoon feitelijk hoeveel suiker er in één verpakking zit, of per zoveel milliliter wat je eet of drinkt. En eigenlijk mag je maar 12 op een dag. Ja, nou ja, ik zit sowieso op meer dan dat, hoor, denk ik. Ik heb zelf ook wel dingen meegenomen trouwens, die ik vaak eet. Ik dacht, dan kan je dat even keuren. Zou ik dat even goed keuren? Ja? Of fout? Wees streng, hè? En ik eerlijk. Streng. Maar rechtvaardig. Ja. Deze had ik sowieso al. Kijk, dit is havermelk, doe ik in de koffie. Hebben we net al in de podcast vastgesteld, is oké. Dus dat is fijn. Maar dan, Alpro Cooking Light. Maar dit is dus sojamelk als vervanging van die kookroom. Want daar zitten vaak loze calorieën in. Ben ik hiermee goed bezig? We gaan het etiket eens even lezen. Oh nee, ik dacht, je wil gewoon even ja of nee zeggen. Nee, we gaan het eens even bekijken. Dat duurt lang, joh, zo'n etiket lezen. Ja. Ik zie dat ook echt niet voor me in de supermarkt. Het is in ieder geval plant-based, dus dat is goed. Lactosevrij, dus dat is ook supergoed. Nou, als je dan kijkt naar waarvan suikers, nou, dit valt reuze mee. Dus het is 0,7 gram per 100 gram. Dus dit is hartstikke keurig. Nou, dat is goed bezig, Loor. Dat is goed bezig. Oké, maar dan. Dikke rijstwafels, meer granen, rijk aan vezels.
We gaan het etiket lezen. Ziet er goed uit. Per rijstwafel van 10 gram, 37 calorieën. Vetten, zure koolhydraten, suikers, 0,2 gram per rijstwafel. Oh, dat is niks. Dat is Want één suikerklontje, dat is ongeveer 5 gram aan suikers. Ah, dit valt mee. Ja, dit is keurig, dit is goed. Mag ik dit eten? Goeie keuze. Goeie keuze. En dan zitten er 12 in één verpakking, 120 gram keer 37. De vraag is dan, Loor, hoeveel eet je van die rijstwafels? Ja, ik eet het dus te veel. Ik heb er als ontbijt vanmorgen heb ik er 6 op. Ik zeg nu maar niks. Ja, en dan wacht maar tot je ziet wat ik erop heb gedaan. Dat heb ik ook meegenomen. Ik ben even heel eerlijk, hè. Chocoladepasta. Per portie van 15 gram, 87 calorieën. Ah, en waarvan suikers? Oh ja, dat is suikers. Ik schrik al van die calorieën, joh. Calorieën suikers. Is al heel veel. 7,7 gram per portie. Dus dat is 1,5 suikerklontje. Ja, 1,5 suikerklontje op één van je rijstwafels. Ja. Niet zo'n gezonde keuze. Is pure chocoladepasta beter dan melkpasta? Het is wel iets beter, maar pasta op je brood is eigenlijk gewoon een killer. Ja? Of op je rijstewafel, zeker om de dag mee te beginnen. Ja, en dan het laatste struikelblok. Port. De port. Ja, ik heb een schattig klein flesje meegenomen. Ik kan ook met recht zeggen dat ik gisteravond de hele fles heb opgedronken, namelijk deze. Nou ja, zijn kleine broertje. Ja, alcohol. Ik vind het zo lekker om 's avonds voor het slapen gaan om dan een glas port te drinken. Ja, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Ja, mag niet, hè? Nee. Er zijn toch heel veel mensen die 's avonds ook lekker een wijntje drinken of iets. En dan zeggen ze, ja, maar één glaasje per dag, dat kan wel, dat is ook best gezond. Er zijn heel veel onderzoeken die inderdaad bewijzen dat een glas alcohol per dag gezond kan zijn. Ik vind het een hele lastige alcohol. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad lekker kan zijn, zeker om op in te slapen. Al zijn daar ook weer de meningen over verdeeld en dat je onrustiger slaapt. Dus ja, alcohol. Met mate zou ik zeggen, zo af en toe is echt wel prima. Er zijn onderzoeken die bewijzen dat je elke dag een glas kan nemen. Dus ja, met mate zou ik zeggen. Ja, en dat is dus echt mijn avondritueel. Een glas port met een stukje hele pure chocolade. Van die 85% cacao chocolade. Dat is dan wel de beste keuze, hè? En dan gewoon één klein stukje. Ja. Ja, en wat ik al zei, kijk, als je het af en toe eens doet of elke dag, misschien hadden we een kleine compromis kunnen vinden door het niet elke dag te doen, maar om de dag. Maar in dit geval, ja, alcohol is een hele lastige discussie. Mijn man is bijvoorbeeld wijnliefhebber en die vindt altijd alleen maar de onderzoeken waarin staat dat het echt gezond voor Precies, je is om het elke dag te doen. Ik ook, ja. Maar er zijn natuurlijk ook wel onderzoeken die zeggen, ja, als je het elke dag zou doen en je hebt het nodig, dan kan het weer verslaving zijn. Maar het is per definitie, alcohol is niet heel slecht als je een glaasje per dag neemt. Nee, dat moet kunnen. Dat moet kunnen. En mag ik dat dus ook? Om de dag, zeg jij. Laten we proberen naar om de dag te gaan in plaats van elke dag. Ze lijkt heel lief, maar ze is best streng. Ik moet eerlijk zeggen, het lange gesprek dat ik had met Kelby Jonge, dat was wel een eye-opener hoor. Ik moet echt weer aan de bak. Weet je wat het is? Nu ik niet meer elke ochtend zo vroeg ophoef voor de ochtendshow, vind ik het dus echt geweldig om 's ochtends lekker lang in mijn badjas op de bank te liggen. Met rijstwafels, met kaas, met chocoladepasta. Die mag sowieso niet meer natuurlijk. Eerlijk gezegd vind ik het ook een beetje moeilijk, want ik mis die jongens echt gewoon heel erg, als ik heel eerlijk ben. Dus tot 10 uur, hè, want het programma duurde altijd tot 10 uur, dus tot 10 uur mag ik dan relaxen van mezelf. Ja, en dat gaat dus gepaard met eten. En dat is nou net niet de bedoeling, hè. Weet je, ik lag gisteravond in bed. En ik dacht, yes, ik ga vanaf volgende week. Want dit is altijd natuurlijk vanaf volgende week. En niet vanaf nu, nee, vanaf volgende week. Dan ga ik echt nog meer sporten. Dan ga ik mezelf opdrukken. En heel veel squats doen, wel 100 op een dag. En al mijn oefeningen van de fysiotherapeut. En dan de volgende dag word ik wakker. En dan lig ik op de bank met mijn rijstwafels. Lekker serietje kijken, relaxen, want het is weekend. En dat heb ik verdiend, rust voor mezelf. Dan gaat het weer helemaal mis. Dus het is nu in het weekend, het is nu, hoe laat is het? 4 uur geweest net. En je ziet het, ik zit nog in mijn gewone kloffie. En het is tijd om een sportpakje aan te trekken. Wat ik nog even wilde zeggen, is, je moet als moeder moet je het wel een beetje claimen, hè, dat je kan sporten. Dus ik heb nu tegen het hele gezin gezegd, mama gaat een half uur op de crosstrainer, dus mama staat even uit.
Nou, oh, begin ik weer met mijn nou. Is je wel eens opgevallen hoe vaak ik nou zeg in mijn vlog? Nou, heel vaak. Mm-hmm. Maar dit was wel echt een nou. Kijk, ik zie dat ook aan mijn bezweten hoofd. Ik heb me best wel uitgesloofd. Check it out. Ja, hij denkt nog dat ik doorga. Maar ik heb 33 minuten gecrosstraind, 12 kilometer en 382 calorieën. Maar mijn sporthorloge weet als een van de weinigen op deze planeet hoeveel ik echt weeg. En volgens dat heb ik 500 calorieën verbrand. Weet je, ik zat te denken, eigenlijk moet ik gewoon elke dag een half uur op die crosstrainer. Hoe moeilijk is dat? Half uurtje per dag. Dan ga ik gewoon een half uurtje korter op mijn telefoon per dag. Dus die tijd heb ik gewoon. En toen dacht ik, ja, vanaf volgende week of nee, vanaf volgende maand ga ik dat doen. En toen dacht ik, nee hoor, je begint nu. Dus bij deze. Ik heb vandaag ruim een half uur op dat ding gestaan. Morgen weer. En vanaf nu gewoon elke dag, net zo lang totdat ik fluitend na een half uur kon zeggen, ah, dat was weer een half uurtje, niks aan de hand. En terwijl ik me dus uitloop te sloven en calorieën loop te verbranden, gebeuren er ergens anders in huis hele andere dingen. Ja, en ik kon het ook eigenlijk al een beetje ruiken, want wat heb je gemaakt, Olivia? En wat zit er allemaal in? Een brownie. Chocola, hè? Heel veel chocola en cake. En dit was de verpakking. Dat is de verpakking. Ja, ik was er al bang voor. Brownie, choco. Oh, kijk, no. Kijk. Je kan natuurlijk ook hele gezonde brownies maken met de Vital app. Er zitten allemaal gezonde ingrediënten in. En dan kun je vrij, zonder schuld eigenlijk een stukje eten. Maar dit is helaas niet schuldenvrij. Zo, gaat het? Maar je krijgt er zoveel voor terug, hè? Ja, wat sta ik nou weer te doen? Ik sta nu een courgette te schillen. Verzin je ook niet, hè? Yo, echt met het gezonde eten. Er gaat een wereld voor me open. En ook sinds het gesprek met Kelby weet ik dus dat het dus echt gezond is als je dus zelf verschilt dingen. Dus ik heb ook net uien weer staan snijden, knoflook en nu dan dus twee courgettes voor het avondeten. Ja, het is wat. Nou, ruim 45 minuten later ben ik toch trots op wat ik op tafel gezet heb. Jongens, eten! Shit, joh. Ik heel hard sporten vanmiddag. Maar ja, Olivia had brownies gebakken. En ja, vanavond heb ik toch een brownie genomen. Klein stukje hoor. Vroeger had ik er 4 genomen. Maar ja, dat glas port er ook nog bij. Ik ben even weer heel eerlijk, hè. Dit moet anders. Vanaf nu? Ik weet het niet. Vanaf volgende week, ik beloof het. Vanaf volgende week ga ik niet meer elke avond port drinken, maar alleen nog alleen op vrijdag en zaterdagavond. Ja, dat klinkt als een compromis. En qua snoep, daar moet ik nog even een plan voor maken. Eigenlijk helemaal niet meer, hè. En ik ga ook minder rijstwafels eten, heb ik besloten. Ik heb magere kwark besteld. En dat ga ik daarvoor dan 's ochtends eten. Oké, genoeg gekletst, telt rusten. Oh, moet je nou kijken. Get Siberi. Ik loop nu in het bos. Met Olly. Hey Olly. En we lopen samen door de blubber te stampen. Het is niet echt weer om buiten te gaan fietsen. Ik zou vandaag met Mike gaan mountainbiken. Ik had zelfs een nieuw fietsbroekje gekocht. Met padding. In all the right places. Voor mijn lady parts. Misschien heb je het vorige week gezien. Ik had zo'n last na het fietsen. Echt pijn in mijn kont. En overal zeg maar. Maar ik heb nu een nieuwe fietsbroek gekocht. Met allemaal gelvulling en weet ik veel wat. En ik was zo benieuwd of het dan beter zou gaan. Maar ja, helaas. Het gaat niet door. Want het regent. Lente in Nederland. Nou ja, het is goed voor de natuur, zullen we maar zeggen. Dan moet ik zelf maar weer aan de bak. Dus ik dacht, ik ga maar wel even een stuk met Olly wandelen. Dan heb ik in elk geval weer mijn beweging gehad voor vandaag. Want het doel is minstens 7000 stappen per dag. Nou, dan red ik wel hoor. Jeetje Mina, het regent weer. Wat een natte week hebben we gehad, jongens. Kijk, ik ben weer aan het knutselen voor de podcast. Ja, ja.
Maar ja, voor nu wil ik eigenlijk gaan afsluiten. Ja, ik ga hier nog even lekker door prutsen. Leuk is dat hoor. En hierbij beloof ik plechtig dat ik vanavond op de crosstrainer ga en geen port ga drinken. En ook geen brownie meer neem. Beloofd. En dan volgende week. Ja, volgende week dan ga ik gewoon weer extra veel sporten. Dan ga ik ook weer naar de fysiotherapeut. Dus daar heb ik zin in. Want ik ben benieuwd hoe het gaat met mijn knieën. Of ik al echt wat sterker ben geworden. Volgens mij wel hoor. En ik ga weer lekker trainen met Mike. En ja, we allemaal leuke dingen op de planning staan. Dus ik heb er zin in. Voor nu wil je heel erg tof dat je keek. En wat mij betreft tot volgende week.